Ik had nooit gedacht dat ik het hierover zou hebben. Omdat ik dacht altijd, dit gaat mij ook helemaal niet aan. Dit is een onderwerp, dat is een beetje ver van mijn bed. Ik ging ervan uit, ik ben geen racist. Het leek me altijd vrij duidelijk of je bent een racist of je bent het niet. Racisme is wat dat betreft vrij zwart-wit. En ik dacht van niet. Maar ik kan je wel vertellen, het zit echt in alle sociale lagen van de bevolking, jongen. Beste voorbeeld wat ik heb, ik mocht een keer lunchen op het Koninklijk Huis. Ik was uitgenodigd door Willem-Alexander en Maxima om te komen lunchen bij hun op het paleis. Omdat zij organiseren eens in het half jaar een uitblinkerslunch. Dus een lunch voor mensen die iets heel bijzonders gedaan hebben op hun vakgebied. Is iemand van jullie wel eens geweest? Nee, hè? Cirkels. En, nee joh, het stelt geen hol voor joh. Ik had een cabaretfestival gewonnen, daarom mocht ik komen. Treintje Oosterhuis was er, die had een Edison, Gerard Ekdom, zilveren radioring. En natuurlijk, dat zijn drie uitblinkers. Maar er was ook een meisje wat dat jaar de lekkerste tosti van Nederland had bedacht. Dat ik dacht, die is sowieso uitgenodigd door Willem-Alexander. Toch? Ja. En van tevoren krijg je alles per post. Je krijgt tafelschikking, routebeschrijving, parkeerkaart, menu, huisregels, kledingvoorschriften. Krijg je allemaal van tevoren per post. Ik had er een beetje doorheen gelezen. Een van de huisregels was, je mag geen foto's maken. Maar ik ben een beetje een boefje. Als jij tegen mij zegt, je mag geen foto's maken, ik film het. Ja, gek. Ik ben toch een soort Patricia Pai avant la lettre. Ja, toch? Ik had helemaal bedacht, ik kom binnen, dan loop ik naar ze toe, dan sla ik een arm om ze heen. Dan zeg ik, hey Wimpy, hey Max, even een selfie met de drie oranjes. Vet goed idee toch? Maar even jong, ik kwam binnen, ik was meteen in paniek. Het was echt zo'n paleis wat ik alleen maar ken uit de sprookjes. Het was echt, er hingen kroonluchters aan het plafond. Er stonden paarden met een koets op de binnenplaats. Er liep een lakei met een trol aan een ketting. Het was echt, ja, bleek later gewoon Amalia te zijn hoor, maar... Fascinerend. En ik was zo zenuwachtig daar meteen van. Het was echt, op een gegeven moment, wij stonden te praten. Toen kwam een lakei aanlopen met een grote gong. Die sloeg daarop, zo woel, dames en heren, het koninklijk paar, vormt u alle een halve maan. En ik was zo zenuwachtig, ik deed dit. Yes. Nou, dat is triest hoor. Ik had op de tafelschikking, ik had me goed voorbereid. Ik had op de tafelschikking, had ik gezien, er waren twee lege plekken. Eén van die lege plekken was naast mij, dus ik wist, ik zit of naast Maxima of naast die gozer. En wat denk je dan? Ik zat naast Maxima. What up? Even serieus jongen, alles wat we over haar zeggen is waar. Het is tuurlijk, het is een fascinerend mooie vrouw, maar zij ruikt ook heel lekker. Zo, zij ruikt naar een soort mengeling van stoofpeertjes en kaneel of zo. Ja joh, ik rook dat. Het was meteen Wilhelmus. Zo, echt. Maar op een gegeven moment, ik maakte een grapje. Toen moest ze lachen. Toen legde ze zo haar hand zo op mijn arm. En toen dacht ik, Max, doe nou niet joh. Die moet je echt niet doen joh. En sowieso, ze wist ook alles van mij. Dat vond ik fascinerend. Ze zei echt zo van, nou hè, je bent René van Meurs, je komt uit een klein dorp, maar je staat wel op een podium. Nou, dat is toch, dat is toch met je hoofd boven het maaiveld. Toen dacht ik, wat gaaf, wat tof dat je dit allemaal weet. En toen zei een vriend van mij, ja, maar daar heb ze gewoon op gestudeerd. Dat ik dacht, nou en? Alleen maar beter, toch? Ik bedoel, het beeld van Maxima die de avond voor de lunch in bed ligt in een negligeetje met een map met mijn foto erop. Hallo hé. Dichter bij de koninklijke poort ga ik niet komen hoor. Nee joh, weet je, ik maakte die grap. Handje ging op mijn arm. Ik dacht, Max joh, ik zit knetter verliefd op jou te worden. Dit gaat niet goed. Ik ben hartstikke dronken. En ik was echt heel dronken. Zo, dat was echt gênant. Ik was dus heel dronken omdat ik had superveel gedronken. Maar heel veel, omdat ik heb geen etiketten. Ik weet niet hoe dit was echt een luxe lunch, hè? Dit was met bestek en zo. En ja, ik weet niet hoe dat werkt. Dat komt omdat mijn moeder heeft vroeger altijd gezegd, René, het maakt niet uit hoe je eet, het is toch donker waar het naartoe gaat. Weet je, dus ik ben helemaal... Ja. Nee, als je net verkering met mij hebt en je neemt me voor het eerst mee naar je ouders, dan zit je de hele autorit. Ik hoop maar dat hij zo niet te glop doet. Ik hoop maar dat hij zo niet te glop... Ken je de glop? Dus zeg maar met je handen al het eten verzamelen op de rand van je bord. Bord een slag kantelen. Glop. Dat is... Ik ben de glop. Ik heb dat uitgevonden. Maar ik heb ooit een keer ergens gelezen. Ik denk internet of een boekje of een of ander. Ik weet niet precies. Ik heb ergens een keer gelezen dat het dus heel onbeleefd is om bij dit soort luxe gelegenheden je glas wijn niet leeg te drinken. Maar blijkbaar
is het dus voor lakeien heel onbeleefd om een glas leeg op tafel te laten staan. Nou, het duurde 6 wijn in een half uur voordat ik doorhad dat hun etiketten misschien iets beter was dan de mijne. En ik had ook geen bodem. Daar ging het al mis. Ik had ook geen bodem. Thuis had ik niks gegeten omdat ik dacht, ja, ik ga lunchen op het Koninklijk Huis. Weet je, dan ga ik toch thuis niet eten. Iedere keer als ik Willem-Alexander zie, denk ik, ja, onbeperkt sperrips. Weet je, ik dacht, ik ga thuis niet. Dus ik had nul bodem, 6 wijn in een half uur. En toen gingen we borrelen. Had ik even overheen gelezen in het programma. En ik weet nog goed, jongen, wij stonden op die borrel. Ik was helemaal van het padje. En toen kwam zo'n lakei, kwam zo heel statig met zo'n schaaltje bonbons. Kwam ze langslopen, zo netjes zo met zijn bonbon. En toen zag ik dat en toen dacht ik dus met mijn dronken hartstens, ik moet de bonbon. En toen heb ik echt zo'n klauw bonbons van dat schaaltje gepakt. Heb ik zo in mijn bek geprakt. Ik beet die dingen doormidden. Wat denk je dan? Kersenbonbons. En ik dacht, nee, hier zit alcohol in, dit is niet goed. Ik zo, en weer teruggefrot op dat schaaltje. Dat is niet oké. Okay. Zo, ik stond op een gegeven moment te praten met Gerard Ekdom. En Treintje Oosthuis, die waggelde een beetje rond, weet je, wat ze dan doet. En nou, ik stond gewoon te kletsen. Ik stond gewoon gezellig te kletsen met Gerard Ekdom. Want ik ken Gerard van de radio, omdat, ik luister wel eens Radio 2. En we stonden gewoon lekker te kletsen. Toen kwam Willem-Alexander erbij staan en die was ook een beetje dronken. Hij was niet lam, ik was echt lam. Hij was gewoon een soort royaal aangeschoten. En dat wist ik, omdat dat kan je zien, hè. Je kan het zien aan volwassen mannen als zij net een biertje te veel op hebben. Je moet zo in de foyer, moet je maar eens opletten. Er is er altijd wel eentje, volwassen mannen die net een biertje te veel op hebben, die staan namelijk altijd op exact dezelfde manier. Die staan altijd zo. Hij deed dat ook, hè? Willem-Alexander zat aan de koninklijke balletjes. Het was echt, ja. En niet eens dat hij riep, lakai, lakai, krabbelevoe. Dat was, nee, zelf gewoon. En dan kan je zeggen, ja, maar René, dat is maar één voorbeeld. Heb je niet nog een voorbeeld? Dat heb ik. Twee mannen die net iets te veel gedronken hebben, kunnen elkaar in een volle kroeg aantikken, naar een vrouw wijzen die voorbij loopt en dan zeggen, zo, zie je die? Die zou ik zeker doen. Dat zei Willem-Alexander over Treintje Oosterhuis. Nou, dan weet je, de koning heeft zitten zuipen, toch? Ja man, niemand gaat vrijwillig met die peer naar huis, dat doe je niet. Nee joh, padam, badam, bam, bam, lam. En het grappige was dus, hij was een beetje vergeten dat hij de koning was. Dat was leuk, ik zat ineens in een soort real life Lucky TV. Ja man, hij was veranderd in Willy. Ik dacht nou, het duurt 5 minuten en dan zegt hij zo, zit je nou naar me te loeren? Weet je, ik dacht echt, ja toch? En dan komt die lange wapper weer voorbij, zo, hij is gek, hij is net een robot, weet je? Ik keek ernaar uit, jongen. Dat was echt lachen. En het grappige was, hij was ook al zijn etiketten kwijt. Hij hakte gewoon dat gesprek, hakte die helemaal doormidden. Hij zei gewoon van, jij bent René Vermeurs, toch? Ik zeg, ja. Hij zegt, die comedian. Ja? Ken jij deze al? De koning ging mij een mop vertellen. En ik haat moppen. Ik haat moppen echt intens. Ik vind moppen vind ik verschrikkelijk. En ik weet dat er nu mensen zitten die denken, hoezo, je doet zelf ook moppen. Nee, ik doe grappen, dat is ook kut, maar net iets beter. Ja, toch? Ik vind moppen echt verschrikkelijk, jongen. Maar ik dacht wel, nou, ik ga wel lachen. Ja, het is toch de koning die hem vertelt. Ik dacht, dat gaan we doen. Maar even serieus, Delft, weet je hoe moeilijk dat voor mij was? Kijk, ik ben een professional en als je dan moet lachen om de moppen van een amateur, dat is niet te doen, jongen. Serieus, die gast heeft watermanagement gestudeerd, maar hij is een potje droog niet te geloven. Echt, we noemen hem Prins Pils, maar ik kan niet tappen. Het is echt zo, die mop van Willem-Alexander was een potje slecht, jongen. Ojojo. En racistisch ook, zo. Dat vond ik erg. Die mop van Willem-Alexander was knetterracistisch, jongen. De mop die hij mij vertelde was, hoe noem je 2 Surinamers in een slaapzak? Een Twix. Nou, sorry hoor. Dat kan echt niet, toch?
Jij kan als leider van een land, als koning, kan jij dit soort, dat kan je niet doen, toch? En kijk, en tuurlijk, ik had 6 wijn op in een half uur, dus waarschijnlijk is dit hele verhaal helemaal niet gegaan zoals ik het net vertelde, hè? Maar het punt wat ik wilde maken is, racisme zit in alle sociale lagen van de bevolking, dus fuck de koning, ja toch?